We zien steeds meer digitalisering terug in het onderwijs, waarbij vaker en slimmer gebruik gemaakt wordt van ICT. Er worden daardoor ook meer gegevens verzameld over leerlingen, wat raakt aan hun privacy. Job Vos legt uit waarom je hier moet opletten. Als schoolbestuurder moet je je gewoon aan de wet houden. En in de wet is privacy geregeld. Privacy is ook een mensenrecht. En mensenrechten willen we gewoon respecteren en willen we nakomen. Als een kind ingeschreven wordt op school, dan gaan de ouders ervan uit dat de school op het kind let. En datzelfde geldt ook voor die gegevens. De ouders vertrouwen erop dat de school gewoon zorgvuldig omgaat met gegevens die over dat kind gaan. De wetgever die gaat ervan uit dat de schoolbestuurder verantwoordelijk is voor de privacy van de leerlingen. De wet geeft een aantal verplichtingen waar de school zich aan moet houden. Zo stelt de wet dat de school afspraken moet maken met haar ICT-leveranciers wat die wel en niet mogen met leerlinggegevens. Ouders duidelijk moeten worden geïnformeerd over hoe de school omgaat met privacy. Leerlinggegevens goed beveiligd moeten zijn, zodat niet iedereen daar zomaar bij kan. Als er geen privacy zou zijn, dan ga je je toch anders gedragen. Dan ga je rekening mee houden dat je dus gevolgd kunt worden of dat informatie gedeeld wordt. En daarom is dat ook voor het onderwijs is privacy zo belangrijk. Want leerlingen moeten zichzelf kunnen zijn om goed te kunnen leren. Je wil dat leerlingen ook fouten kunnen maken om daarvan te leren, zonder dat die fouten hen jarenlang achtervolgen. En dat maakt dat privacy voor scholen ook belangrijk is om goed te regelen. Al voordat de eerste schooldag van een leerling begint, beschikt de school over adresgegevens en contactinformatie van de leerling. En als leerlingen digitale leermiddelen gaan gebruiken, wordt er ook informatie vastgelegd en gebruikt om de leerresultaten in beeld te brengen. Zoals het leerniveau van een leerling, toetsresultaten, maar ook of een leerling snel of langzaam leert of dyslectisch is. Kijk, dat is allemaal informatie waar een school heel zorgvuldig mee om moet gaan. Laat me een voorbeeld geven. Op het moment dat er pauze is op school, dan moet de school ook opletten dat leerlingen niet stiekem het schoolplein verlaten. De school zal dus bijvoorbeeld een pleinwacht aanstellen om toezicht te houden op wat er gebeurt. En datzelfde geldt ook voor privacy. Als leerlinggegevens worden gebruikt, moet je ook zorgen dat die niet worden misbruikt voor andere doelen dan waarvoor ze bedoeld zijn. Dus er moet toezicht zijn. Dat is waarom je privacy op school goed wil regelen. De wet is duidelijk. Een schoolbestuur kan niet anders dan de privacy van de leerlingen goed regelen. Niet alleen uit respect voor mensenrechten, maar vooral omdat het de wettelijke zorgplicht is van iedere onderwijsinstelling. Kennisnet houdt actuele kennis over privacy en onderwijs bij op haar website. Kijk voor meer informatie op www.kennisnet.nl.